Ja. Ja, dat ik hier weer natuurlijk. Ja, de wien is wordt lezen gang, maar het... Het blijft vanzelf nog steeds wel een beetje, hè? Sorry, hier maar. Het waait nog steeds wel, en nou, er komt ook nog wat rein bij. Harry, Harry, Harry. Even zien. Hartstikke leuk dat je maar even jongen. Dit is een nieuwe video. Hoi. De pet waaide in die terras af. Ja, storm. Ja, storm. Ja, storm, jongen. Het vallen die maar terug, hè? Ja, oh, net op, hè, met de storm, hè? Ja, dat ook. Wat vind je ervan, van de storm, meneer? Het waarde is het waarde, hè? Ja? Ja, toch? Daar kunnen we niks van maken? Daar kunnen we niks van maken. Gelukkig niet. Geweldig. Nou, dan maak je maar even. Dan maak je maar even een schoolje tegen keer. Kijk, wat is dit? Dit is helemaal niks, dus. Ja, meneer. Ja. Wat zien we dit weekend doen, meneer? Wat zegt u? Wat zien we dit weekend doen? Nou, even zien, ik heb nog niet zoveel op de planning, maar ik ben bezig met kunstschilder, met een schilderij, dus daar ga ik lekker mee bezig. Oh, wat wordt het? Wordt het iets of? Nou, ik schilder veel landschappen en ik teken veel architectuur. Dus, nou ja, dan bent u even op de hoogte. En u vraagt iedereen even... Ja. Ik vraag iedereen. Iedereen die zin komt, ik vraag je. Nou, hier hartstikke mooi. Nou, dat was het. Oké, okay, nou, dank je wel. Fijn weekend, hè? Hallo, mevrouw. Mag je wat vragen, hè? Nee. Nee? Oh, nou, dan doen we het net. Net verplicht. Nog net. Dat komt nog. Dat komt volgende week. Hallo, meneer. Mag je wat vragen, hè? Nee, dankjewel. Ik heb pauze van werk. Oh, oké. Okay. Ja? Ik vraag je de meesten even wat ze dit weekend lang hier. Ik ga naar Ledenhoos en Deerndeel. Wat is dat? Een feestje. Ik vind het een beetje als Oktoberfest. Ja, Oktoberfest. Waar is dat? Is dat hier in Leeuwarden? Of? Nee, in Eesveen. Ik kom ook niet uit Leeuwarden. Oh, nee? Ik kom uit Steenwijk. Ah, oké. Okay. Oh, dat klinkt wel gezellig. Ja, zeker. En dan trek je natuurlijk een dirndl aan, toch, geloof ik? Ja, dat klopt. Ja, ja. Nou, heb je er zin in? Nou, daar heb ik wat minder zin in, maar goed. Er is bier en er zijn mensen, dus gezelligheid. Nou, klinkt goed. Ik wil zeggen, veel plezier. Ja, bedankt, hè. Doen ze er goed op het, hoe heet het nou? Lederhosen en... En dirndl. In Eesveen. Eesveen? Ja. Geen idee wat ligt, maar... Nee, maar dat komt helemaal goed. Ik maak je video. Ik vraag de mensen op straat even wat ze dit weekend gaan doen. Oh, we gaan naar de tocht. We gaan naar de tocht vanavond. Oh, de tocht. Ja. Die musical. Musical. Ja. En nu zoeken we Groeneweg 1, maar waar is de Groeneweg? En we doen de foodtour. De foodtour doen we. De foodtour? Wat is dat? Oh, de foodtour. Ah, zo. En u moet nu naar de Groeneweg? Wat zit op de Groeneweg dan? Dat is historisch centrum. Van Leeuwarden. Ja. Jij gaat iedereen filmen? Ik ga iedereen ga ik vragen. En waarom? Nou, om te vragen wat ze het weekend gaan doen. Ik heb een YouTube-kanaal, heet De Friese Vloggen. Mm-hmm. En ik praat eigenlijk met de mensen op straat hier in Leeuwarden. Oké, wat grappig. Ja, waar komt u vandaan als ik vragen mag? Uit Randstad. Randstad? Hillegom. Hillegom. Bij Haarlem. Ah, oké. Okay. En u dacht, die tocht die moet ik even zien? Ja, dat lijkt ons wel leuk om even te zien. Ik weet niet wat het is, maar de recensies zijn wel goed, geloof ik. Ja. Hallo jongens, mag ik jullie het vragen? Ja? Ik was heel benieuwd, wat gaan jullie het weekend doen, jongens? Het weekend? Ja. Een beetje bier drinken, denk ik, en werken. Bier drinken en werken? Ja. Tegelijk of... Nee, zeker weten niet. Zeker weten. Nee, eerst werken dan bier drinken. Ik misschien even voetballen zaterdag. Hey, voetbal je? Ja. Waar voetbal zo weer? Leeuwardia. Leeuwardia, oh, hier in Leeuwarden. Yes. Okay. Yes. Yes, oh, nou, leuk man. En wat is die positie dan? Ja, voorhoede spelen meestal. Dat is een spits. Ja, rechtsbuiten spits. En ben je echt een goaltjes dief of? Ja, wel mee, leuk om mee te nemen. Ja. En het voetbal, denk ik dan zo'n tredde held of zo? Of, ja, zeker bier drinken. Ja, hè? Ja, daar komen we het meeste voor. Ja, de kantine. Ja, precies. Kantine sponsoren. Ja, sowieso. Dat moet ook gebeuren. Ja, nee, zeker. Wat ben je toch met voetbal? Nee, ik niet. Nee, werken en school. En wij werken dan, vraag je mij? Wat zei je? Wij werken dan? Bij Dopamine. Pizzeria hier tegenover het station. Wat bezwaar je of zo? Wist je het bakken? Ja, bezorgen. Ah, oké. Okay. Toen hield hij op een scooter. Op een fiets nog. Op een fiets? Ja.
Nog, dat komt aan. Ja, voordat ik mijn rijbewijs heb, dan ga ik niet meer op fiets. Maar... Nou, mooi zo, jongens. Hey. Succes, hè. En scoort ze, zoek ze. Dat komt goed. Mooi zo, jongens. Hoi. Ik ga morgen werken voor PostNL. En een feestje. Van een feestje? Vriend van mij, ja. Oh, van jou of zelf? Nee, van een vriend van mij. Oh, oké. Nou, vind ik leuk. Ja, dankjewel. Veel plezier dit weekend. Yes. Dankjewel. Hoi. Hoi. Ja, ik maak je video wat de meesten dwangen in dit weekend. Dus ik moet je graag vragen, wat is toen dit weekend doen? Ik zou het niet weten. Je weet het nog niet? Nee. Allemaal nog open? Mm-hmm. Ja? Ja. Wat doe je normaal dus weekend? Met vrienden afspreken. Oh ja, hier in de stad of? Ja. Oh ja, en gewoon wat rondhangen of ga je eens naartoe? Ik heb niet echt plannen dit weekend. Nee, oké. Nou ja, veel plezier dan met geen plannen. This weekend I'm going to have a birthday party. Not mine though, it's a friend of mine. Then I have another party, and again birthday party, and then I'll probably go out with some friends and probably study, because I need to grow my portfolio, and that's what I'm gonna do. Okay, it sounds like a busy weekend. Yeah, it's always busy. So, and what do you study? I study at NHL Standen. I study communication and multimedia design. What are you going to do this weekend? Oh, Rixon. Buying new... Of ben je gewoon Nederlands? Of speak in Nederlands? No. No? No. I understand a little bit, but I don't speak in... What are you going to do this weekend? Probably hang out with my friends for now, because I already did my exams and I'm free. Oh. So, yeah. Nice. This is what I'm probably going to do. Yeah, hang out, but do you go somewhere to a club or anything? Probably. This is what we're doing most of the nights when we are free, so I guess so. What is it? What? What is it? Nunchucks. Who? Nunchucks. En wat is er met doen? Hemslaan. Oh, deze jongen hier? Ik heb ze net gekocht. Oh, hij is net gekocht? Ja, 4 euro. 4 euro, zo. Bij waar eigenlijk? Bij de Solo. Oh, bij de Solo. Ja, die Solo. Die heeft allemaal goedkoop spul, toch? Ja, die heeft allemaal piemelspeeltjes en zo. Hoeveel verdienen? Piemels. Piemels? Ja. Oh, dat is wel goed. Ja. Als je zelf een eentje moet hebben, dan kun je daar eentje halen. Nou, net zo vol met het weer, hè. Je kan net gezellig even uit. Nee. Nee. Maar ja, ik had van juntjes, dus ik moet er wel uit. Ja, die moet er wel uit, hè? Ja, die moet er wel uit, hè. Maar ze gaan mijn winterkleren aan. Dat... De hoen, hè? Ja, tuurlijk. Oh, ja, dat weet ik, hè. Ik ga net volle doel een hoen. Hij van je hondjes houden, dan had het ook een beetje warm te gaan. Maar die hoen had al vacht te blijven warm, toch? Nou, die koud kleven van mij net, ja. Nee? Is dit de trailer of redden? Eén drip is vliegen weer. Wat ga ik dit weekend doen? Ja. Nou, ik hoop niet al te veel. Rustig aan? Ja, gewoon rustig aan. Ja, je moet al een beetje bijkomen van de week, niet? Hebt u het zo druk dan door de week? Ja. Ja, er gebeurt wel veel, ja. En wat is voor u dan rustig aan? Op de bank hangen of hoe moet ik het voor me zien? Nou, ik merk vooral dat als ik eventjes... je kan allemaal plannen maken en ideeën hebben en dan word je eigenlijk geleid door je agenda. Hmm. Maar juist op momenten zoals vandaag dat ik even rustig aan doe, even niks doe. Dan belt er in één keer iemand aan en dan heb ik een leuk gesprek mee. En dan loop ik even over de markt en dan kom ik ook weer wat mensen tegen die ik lang niet heb gesproken. Oh. En dan maak je even contact, weet je. Dus dan creëer je ook ruimte voor de mooiere dingen in het leven. Ja, dat klinkt heel mooi. En dan kan ik door de week weer op de agenda letten. Wat gaat u dit weekend doen, meneer? Dat is een goede vraag. Ja, ik stel helemaal goede vragen. Ja. Dat is een beetje, hè? Ja, dat is een goede vraag. Dat geeft mezelf even tijd om even na te denken. Ja. Dus morgenochtend zijn we eerst bij het voetbalveld te vinden bij mijn zoon. Die mag morgen naar Sint-Jacobi-parochie om een potje te ballen tegen kinderen van zijn leeftijd. Praten we over 8-9 jaar. Smiddag wil ik boodschappen doen. Zondag vieren we zijn verjaardag. Dus dan wordt het even een familiedag thuis. Ja. Dus eigenlijk wordt het een leuk, gezellig en een mooi weekend. Maar wel drukte. Nou ja, gezellige drukte. Ja, ja. Ja, jeetje. Ja. Ja, professioneel. Ja, toch en dan. Maak je wat vreugde, meneer? Wat zegt u? Maak je wat vreugde? Nou, het ligt eraan. Geld heb ik niet, dus begin dan. Nou, je vreugde 100 euro voor mij. Nee, nou, hij vreugde het wel. Ik vreugde me af, wat geef je dit weekend van, meneer? Wat ik toch? Wat geef je dit weekend van? Nou, het komend weekend. Ja. Morgen moet ik naar Utrecht en zondag moet ik naar ergens in Gelderland. Ik ben het plak even kwijt. Oh, wat een dokter. Ja, dan ben ik aan het werk. Oh, wat voor deur ook vreugde mag? Ik ben...
Nou, ik ben, mijn vrouw is uitgeefster en wij brengen boeken naar de klanten en afspraken en doen aan presentaties, mijn boekpresentatie. En dan is er een die moet rijden en sjouwen en slepen en dat ben ik. Oh, dat is jouw rol. Dat ben je, ja. Dus. Ja, mooi. Vind ik goed. Vind het wel leuk om de hele lange trot te krassen? Ik kras dat hele land. Volgende week weer naar België, dus dat gaat hartstikke goed. Oh, een biertje halen. Biertje halen? Ja. Hoe lekker, wat dat? Een bakkoetje aan de overkant, zo'n tent. Oké. Dus. Maar het weekend is lang, hè? In je biertje dan ja, kom je ja, bij de vrouw zitten, wat eten en misschien een kleinkinders even zien en dit weekend weer voorbij. Geweldig. Bedankt voor het zien naar deze video en sowieso bedankt voor het zien naar deze hele weekend, alle video's. Het is echt een hele drukke weekend, wat dat onbelangrijk. Maar fijn dat je hem zo volle aandacht voor haar. Doe een like, abonneer die. En dan kun je natuurlijk altijd nog lid worden van de Friese Vlogger. Dan haast Tagong tot bijvoorbeeld een video die ik denk oorsmoon pas gepubliceerd werd. Die zet ik er nou al vast op. Als lid bist, haast nou al exclusief toegang. Nou, fijn weekend alvast. Doei. Geweldig.